krijg je het een beetje Spaans benauwd als je dus dingen aan het uitvogelen bent. Zeker als het gaat om een playlist die ik doorgekregen heb om af te werken. Mos met Before It's Gone. Maar dat komt uit de mouw van David. Toch? Goedenavond, Jaap. Ja, goedenavond. Ja. Ja, ja. Ja, daar zitten we dan weer. Ja, ja. Gelukkig wel. Ja. Mos is een beetje een indie band. Dat klopt. Ja. Dus, hoe ben je daar nou aan gekomen? Ja, er zijn een paar van die bands waar je als je 's avonds laat thuis komt. Mm-hmm. En je hebt een zware vergadering gehad. En 11:30 dan kom je thuis en dan schenk je nog een drankje in. En dan zijn er twee bands die bij mij dan binnenkomen. Dat zijn een Nederlandse band, dat zijn Johan en Mos. Mm. En echt, die laatste plaat van Mos, dat is weer zo'n melancholisch, fantastisch verhaal wat verteld wordt, waar ik echt gewoon tranentrekkend dan op de bank zit en even de dag verwerk. Ah, dus, HX heet het album. Ja, ik ben bekend met Mos, want ik krijg wel eens van die Your Daily Dutchie verhaal dingen. Mm-hmm. En die man, Conjo Vergeer, die kwam erbij en ik denk, hey, het is heel erg tof. Maar het is een vrij grote band inmiddels al geworden. Ja, nee, dat is al heel, heel lang. En gelukkig dat ze dan op een gegeven moment ook weer een nieuwe plaat uitbrengen die nog weer mooier is dan al datgene wat ze daarvoor gedaan hebben. Ja. Dus moet ik nu nog iets van jou draaien? Want, nee, ik laat het helemaal aan jou over. Want je hebt het in het vorige uur al helemaal verstierd. je hebt alles al gedraaid. Niet helemaal. Hè? Dus er staat nog zeker wat er nog gedraaid kan worden. Dus, en er zit, wat dat er gaat, zit er nog, denk ik. Want er komt zo direct nog in het laatste uur nog iets van ons voorbij. Wouter Plantijd, David. Ja, ik val even stil, want ik heb een van mijn grote muzikale helden aan de andere kant van de lijn. Ja. Dag Wouter. Hallo. Nee. Ja, dan kun je altijd nog bij Omroep Max misschien een real-life soap maken. Ja. Oké. Okay. Dat zou heel goed kunnen. Ik schrijf het even op. Het is ook de tijd daar, want we moeten een beetje opschieten. Ook met Wendy, want die gaat live spelen. En elke keer als ze komt, dan wordt er iets nieuws aan toegevoegd. Want het is de derde keer dat je komt. En vandaag is dat met Jamie. Yes. Ja. Yeah. Dat was wel leuk dat je dat nog even gauw bedacht had. Dat nog even een aantal nummers samen met Jamie te gaan spelen. Ja, ik dacht het is wel leuker samen. Ja, want het is inmiddels alweer de derde keer dat je aanschuift. Ja. Ja. Deze is speciaal omdat David er ook bij is. Dus vandaar. Leuk. Ja, labelgenoot van, dat wisten we nog niet. Ja, Wouter vertelt het. Dus labelgenoot bij Zip Records. Ja. Jij ook? Ja. Ja. Merken we er al iets van of niet? Ja, ja, zeker. Ja. Mijn nieuwe single stond in de New Music Friday op Spotify. Ja. Die is net uitgekomen. Ja. En we zijn nu druk bezig met de volgende release. Hmm. Dus er komt al het nodige los binnenkort. Absoluut. Dan even terugblikken op, ik denk goede anderhalve week terug. Want 7 augustus stond je ook op een podium te spelen. Ik zag het vanuit het oude raadhuis vanuit de oude burgemeesterskamer. Ja, daar heb jij nooit gezeten, David. Hij is van een hele oude burgemeester. Ja. En toen stond je te soundchecken zwaar met de hele band. Ja, dat was mijn eerste keer met band. Ja, hoe was dat gegaan? Oh, was echt vet. Ja? Het was echt geweldig. Ja, ik wilde altijd al een live show doen met een band. Maar met COVID en zo is het er nog niet van gekomen. Mm-hmm. En dit was de eerste keer. En dat was echt een soort van droom die uitkomt. Want dat wil ik al sinds ik begon met muziek. Mm-hmm. En nu is het eindelijk gebeurd. Ja. Ik denk ook dat je al even proef hebt lopen draaien. Want ik zag ook iets bij Steels dat je dat gedaan had. Met de complete band volgens mij. Dat was alleen met de gitaristen nog. Dus opnemen met Jamie dus. Ja, Jamie speelt in de band speelt ze bas. Uh-huh. En ik doe ook akoestische duo's. Met en even voor mijn beeld, want je band, waar bestaat die uit? Een bassist, gitarist en een drummer. Okay. Alleen de drummer was even tijdelijk. Dat was Luc de Bruin, superleuk. Uh-huh. Die wilde... Ik zocht een drummer en ik kon niet op tijd iemand vinden. En toen kwam Luc en hij wilde heel graag helpen. Dus dat was super vet. Mm-hmm. Dus ik ben nu nog op zoek naar een nieuwe drummer. Bij deze? Bij deze. Nou, ik zal even aan mijn zoons, die maken ook muziek. Zal ik even laten weten dat er lopen hele goede drummers rond.
dat jij een drummer zoekt. Dus nou, graag. Dat is allemaal conservatoriumwerk. Dus nou, dat zou niet zo gek zijn. Want jij maakt je eigen nummers. Ja. Hoe schrijf je? Waar komen je ideeën vandaan? Waar ontstaan jouw gedachten van, oké, dit is een nummer? Ja, ik schrijf meestal gewoon als ik me... Eigenlijk tot nu toe schrijf ik steeds als ik me niet goed voel. Dus er komen vaak een beetje zware nummers uit. Maar ik gebruik het meer een soort van als therapie om het van me af te schrijven. En meestal doe ik er niks mee. En dan soms luister ik iets terug en denk ik, oh, deze is wel nice. En dan ga ik het uitwerken. En dan ga ik naar de producer. Dat is Stijn van Rijsbergen. Daar heb ik nu mijn laatste paar producten mee. En ook mijn toekomstige. En dan werken we dat uit samen. En dan nemen we hem op. En dan ontstaat er wat. Oké. Waar zit jou dan bij jou dat punt van oké, dit wil ik wel en dit wil ik niet doen? Zijn sommige dingen te persoonlijk? Niet per se, maar ik ben heel perfectionistisch. Dus vaak als ik iets terughoor, dan ben ik er meteen niet meer blij mee. En de dingen die blijven hangen bij me voor een paar dagen. Het moet echt even blijven hangen bij me, anders ben ik er al klaar mee. Mm-hmm. Dan daarna denk ik van, dit is misschien wel oké. En dan stuur ik het door naar Stijn van, hey, wat vind jij hiervan? Kunnen we weer wat mee? En dan gaan we ermee door. En hoe is dat voor jou? Want je brengt dus persoonlijke dingen, maar die moet je ook voor het publiek brengen. Ja. Vind je dat ingewikkeld? Nee, ik vind het wel fijn eigenlijk. Want ik merk dat heel veel mensen meevoelen. En als die nummers ook wat kunnen doen wat ze voor mij hebben gedaan bij iemand anders, dan vind ik dat heel fijn als ik dat kan overbrengen bij iemand en iemand daarmee kan helpen. Mooi. Oké. Nou, dat is heel mooi het verhaal in ieder geval. Hè. Geeft een inkijkje in datgene wat je dus maakt. Het moment is daar. Dus ik zou je graag willen uitnodigen om naar die plek te gaan. En alright. Ik vraag alleen eventjes, wat zijn de eerste twee nummers die je laat horen? Het eerste nummer is That's Not You. Oh, dat is de huidige single. Meest recente single. Ja. En het tweede nummer is eigenlijk een verrassing voor jou, want jij houdt van primeurs. En ik dacht, ik hou nog even geheim tot ik hier zit. Ja, maakt niet uit. Het nummer wat ik waarschijnlijk hierna ga uitbrengen. Het is mijn favoriete nummer tot nu toe, die ik ooit heb geschreven. En ik ga hem hier voor het eerst voor je spelen. Het heet I Don't Know How To Be Fun. I don't know how to be fun. Yep. I don't know how to be fun. Ik moet het even gelijk op. Want ik ben zo'n warhoofd. Ik nodig je uit om naar die kant te gaan. Dat was Wendy. Die gaat nu op de plek zitten om te gaan spelen. Samen met Jamie de Groot. Ze hebben al eerder samen gespeeld. Zonder band, en daar was ik zelf getuige bij in maart van van dit jaar. Kwam ik even binnenzetten bij het Wapen van Zandvoort. En toen speelden ze ook al met z'n tweeën. En de afgelopen keer, dat hebben we net even nog aangestipt. Dat was het verhaal van Pride at the Beach. En inmiddels zijn beide dames, denk ik, zover om te gaan beginnen. De eerste is natuurlijk de huidige single en dat is wat we nu gaan horen. That's Not You. Yes, you ready? Let's go. Sparks from the flame, I kinda lost. I am almost ready to turn back now. At the point of giving up, follow this broken compass. And I try to find a light to the dawn after the darkest dusk again. Are you out of your mind? Don't you dare fall behind. Yeah, you work so hard.
falling apart and you don't know just how far you should run. Remember all the things that you've done. Are you out of your mind? Don't you dare fall behind. You work so hard for this and now you wanna quit. Are you out of your mind? It's a matter of time. Yeah, you work so hard. Starts falling apart and you don't know just how far you should run. Remember all the things that you've done. And I try to find a light. Don't know just how to run. The dawn after the darkest dusk again. Are you out of your mind? Don't you dare fall behind. Yeah, you work so hard. Er zit wat publiek hier in de studio. Dus wat dat dan gaat, helemaal goed. Nou, dan komt nu dat nieuwe nummer. En dan moet ik het... Ik kom maar tot I don't know how to be. En dan... Fun. Dus toch. Dan gaan we nu naar luisteren. Weet je ook wanneer die een beetje gaat uitkomen? Of, dat is nee, nog niet helaas. Nou, dat blijft een spannend verhaal. Het is altijd een fijn iets. Een zweem van mystiek blijft er dan omheen hangen. Goed, het nieuwe materiaal nu te horen hier bij Alternative FM. Wendy Moore. Call me boring. Hips stay still until the morning. Drinks are boring, music's roaring. And I can't stop but feel so sorry. I know you like living in the lights, but I'm a goner, cross my border. But I'm just trying to be polite. And at the end of the party, I'm the only one to waste it. Feel like a waste of my time, but I pretend that I liked it. How Charlie mixed this with Bacardi vodka with wine. I mean, yeah, I had a great night. I don't know how to be fun. One club and I'm gone. I don't know how to be fun. Even when I get drunk. Yeah, at least I'm self-aware of it. I don't care and I don't wanna be here. I'm sorry I'm such a buzzkill to everyone. I don't know how to be fun. It's too crowded, eyes get clouded. Oh, my mind just feels so fuzzy. One more hour, Debbie Downer. Mindless dancing like a zombie. Show me how your lungs fill up with fire. Cause I feel surrounded, head is pounding, and my limbs freeze just like ice. Wanna be the life of the party, but here I am just staying in my grave. I promise that I try to have fun, yeah. For me that just isn't the case. But I say, yeah, I had a great day. I don't know how to be fun. Oh, I'm glad when I'm gone. I don't know how to be fun. Drunk. At least I'm self-aware of it. I don't care and I don't wanna be here. I'm sorry I'm such a buzzkill to everyone. Cause I don't know how.
Dat was het eerste blok. Straks komt Wendy natuurlijk nog terug in het tweede blok. Vind je dat of niet? Ik had jou altijd ingeschat als iemand die alleen maar van die ingewikkelde gitaarmuziek houdt. Nou, maar dit vind je ook dus blijkbaar. Ja, ik zeg, ik ben een muzikale carnivoor. Dus, okay. Nou, dat is heel misschien omnivoor. Misschien ik beter. Ook namelijk. Jij ook? Ja. Ja? Ja. Maar goed, ik heb wel mijn voorkeuren. Waar onze smaken elkaar raken, dat heeft te maken met het melancholische verhaal en het donkere, de postpunk, noem maar op. Ja, daar komen we van elkaar tegen. Dus. Ik hou ook van de ingewikkelde jazz en, oh, dat ook. En met name ook van de echte meer funky dingen. En, ja. Ik was weer helaas maar één avond op Noordse Jazz dit jaar. Ja. Het liefste ga ik 3 avonden, maar dat lukte mij niet. Mm. Nou, en dan kun je me helemaal wegdragen na één avond. Wat een geweldige ding heb ik weer gezien. Fantastisch. Ja. Zo mooi allemaal. Zit er ook toevallig iets uit Nederland tussen? Ja, ik heb Bunny Hanna. Dat is echt een jongen uit Zuidoost. Van oorsprong Ghanese afkomst. Ik heb hem op North Sea Jazz gezien. En ik heb hem toevallig een paar dagen later ook in het Olympisch Stadion gezien. Mm. Bij een kleinschalig jazzfestival. In het kader van de Amsterdamse Zomer. Dat was een festival wat niet helemaal lekker liep. Maar ze hadden in dat kader nog een kleinschalig jazzfestival georganiseerd. En hij speelde daar zo de sterren van de hemel. Ja, en wat doet hij dat in zijn eentje? Of zit er ook een speelt band een geweldige band. En het leuke is dat Benjamin Herman, toch een van de grootste saxofonisten van Nederland, had daarvoor met zijn eigen band gespeeld. En die klimt dan nog ook wel even leuk het podium op en speelt nog een paar nummers mee. En dat is het leuke van muziek en het leuke van jazz. Ja. Het maakt niet uit. Iedereen klimt bij elkaar op het podium. Even leuk. Ik speelde laatst met mijn band op het personeelsfeest van Haarlem. Ja. En er was een parkeerbeheerman. En die vroeg, mag ik even meedoen? En ik zei, vind je hartstikke leuk dat je even meedoet. Wat kan je? Hij kan rappen. En ik kan je het filmpje laten zien. Die klom het podium op en wij zetten een groove in. En die begon te rappen en die zette echt de hele tent op zijn kop. In zijn eentje met ons, een beetje een stelletje blanke oude mannen. Die daar stonden te grooven. En hij bracht het op een niveau wat zo geweldig was. En wij spelen met Haarlem Jazz in Café Het Kantoor. En ik heb nu gevraagd, van wil je weer een keertje dat nummer met ons meedoen? En dat is het mooie van muziek. Het brengt mensen samen en het brengt gewoon heel veel in mensen boven. En dan maakt het op een gegeven moment ook niet meer uit van wat kan je en wat kan je niet. Maar het is fantastisch om dan in die samenhorigheid hele mooie dingen samen tot stand te brengen. Ja, het mooie is, ook Wendy zit mee te luisteren bij de nieuwe single van Charlotte, die morgen dus op de verschillende kanalen van het muziekplatform te vinden zijn. Want ja, als ik aan Charlotte denk, denk ik eigenlijk ook meteen aan jou, Wendy. Want jij maakt ook een beetje muziek wat er een beetje op aansluit, als dat als het ware, toch? Ja, ik vind het echt heel mooi. Ja. Echt heel mooi. Dat noemen ze met een mooi woord dream pop. Hmm. Vind jij, ja, dat is altijd weer zo mooi in Nederland, hockey, dit, dat en noem maar op. Schaar jij je ook een beetje tot die categorie? Nee. Ik denk echt veel meer popzinger, songwriter. Ja? Ja. Met een klein randje rock erin. Maar wat trekt jou dan in deze song aan? Het voelt een beetje als een droom. Uh-huh. Heel mooi. Ik zie meteen. Ik denk heel erg in beelden als ik muziek hoor. Ja. Natuurlijk, de tekst is heel mooi, maar ik kon het nu niet zo goed horen. Mm. Maar de instrumentaal is gewoon. Ja, ik zie meteen allemaal landschappen. En het is gewoon heel, heel, heel dromerig. I love it. Denk jij ook, of als jij muziek maakt, denk je dan in beelden? Of hoe zit het bij jou? Nee. Niet als ik schrijf. Niet. Nee, het is eigenlijk heel raar hoe ik schrijf. Ja. Want ik kan me nooit herinneren als ik iets geschreven heb. Het is er gewoon opeens.
Het is er opeens. Dus ik kan je ook niet vertellen precies wat het proces is. Want het is gewoon, ik ben vaak gewoon iets aan het spelen. En dan neur ik er wat overheen. En dan een andere dag of dezelfde dag schrijf ik tekst. Maar ik kan me niet meer herinneren dat ik het heb gedaan. En neem je dan ook op? Want van Keith Richards, een van mijn grote helden, is bekend dat hij dan 's avonds iets opnam. Maar dan was hij zo van de weg af dat hij zich niet kon herinneren wat hij gespeeld had. En de volgende dag had hij het opgenomen. En toen dacht hij, hey, dit klinkt goed. Ja. Heb je dat ook, dat je echt denkt van, oké, ik heb nu iets in het, ik leg het vast. En ja, ik doe vaak gewoon mijn mobiel aan. En dan doe ik de audio. En dan speel ik gewoon wat ik voel. En dan verder kijk ik er niet meer naar tot inderdaad de volgende dag of zo. En als ik dan denk van, oh, dit klinkt wel vet. Dan werk ik erop door. Maar bijvoorbeeld als je, wat ik wel eens vertel dat aan jou, als je zegt, heb je relapse geschreven? Ik heb geen idee. Dat was er gewoon een ja. Nee, ik heb nog even een andere vraag. Want je bent Pride Ambassador. Wat betekent dat voor jou? Dat je op die manier ook je rol kan spelen? Ja, nee, dat betekent heel veel voor mij. Ik zit natuurlijk zelf ook in de community. En toen ik jong was. Voor mij ben je heel jong. Ja. Een paar jaar geleden. Ja. Toen was het nog minder open dan nu. Mm-hmm. En ik weet toen dat ik zelf ook artiesten zocht die waar ik me aan kon verbinden in die community. En die kon ik toen niet echt vinden. Zijn er nu gelukkig steeds meer. Maar nu er ook een groter platform is online en dat soort dingen. Om ambassadeur te zijn voor zoiets vind ik heel belangrijk. En ik vind het heel gaaf om te doen. En merk je dan ook dat mensen naar je toe komen die dat herkennen en dan ook jou als voorbeeld zien? Ja, ik krijg best wel vaak berichtjes op Instagram en de privéberichten en zo. Van mensen ook met vragen van hoe ze ergens mee moeten omgaan. Dat ze nog in de kast zitten, dat soort dingen. En ik wil gewoon graag mensen helpen daarmee. Nou, het is mooi dat je op die manier vanuit jouw rol dat kan doen. Ja. Deze ook, ze mogen altijd een berichtje sturen. Ik sta overal voor open. Ja, is dan ook muziek dan ook in dat opzicht een middel om mensen dan over die hele barrière, om die barrière te slechten in dat opzicht? Ja, zeker wel. Hey, ik schrijf wat minder over de community zelf. Maar ik denk uiteindelijk, het hoeft niet per se erover te gaan, denk ik. Voor mij is het gewoon vroeger, als er artiesten waren die al in die community zaten, dan was het al heel veel voor mij. Uh-huh. En gewoon als je een beetje kan verbinden met iemand waar je graag naar luistert, dan is dat heel fijn voor sommige mensen. Ja, want muziek is tenslotte universeel. En dat wat jij schrijft, daar zitten altijd mensen bij, waar ook ter wereld, die zich daarin kunnen herkennen. Dus ook die mensen die misschien nu nog niet tot de community behoren, dan op een gegeven moment jouw liedje kunnen horen en denken, ja, ik word over een streep heen getrokken door mij dan te uiten. Ja, misschien. Ja, dat kan natuurlijk. Ja. Om nog even terug te gaan naar dat verhaal van Pride at the Beach. Wanneer is dat eigenlijk dan begonnen voor jou? Waar heb jij eigenlijk je vinger opgestoken van, nou, dat wil ik doen? Of zijn mensen van Pride at the Beach bij jou gekomen en zeggen van, nou, we hebben jou op het oog. Hoe is dat gelopen ooit? Nou, het is denk ik 3 jaar geleden, nog voor COVID. Want de eerste Pride at the Beach hier was ik ook ambassadeur. En als ik me goed herinner, want het is dan een tijdje geleden natuurlijk, kreeg ik een berichtje van hun of mij dat leuk leek. En dat leek me natuurlijk superleuk, dus daar heb ik ja gezegd. En sindsdien ben ik ambassadeur nu voor mijn derde jaar. Even ook weer nog even terugkijkend op. Wat vond je van deze Pride at the Beach? Want het was eigenlijk weer eentje die, ja, want 2 jaar hebben we niks kunnen doen vanwege het verhaal COVID en corona en noem maar op. Want nu was het weer eigenlijk ouderwets zoals het eigenlijk zo hoorde te zijn. Ja, ik heb echt genoten. Het was echt heerlijk. Het was natuurlijk vet sowieso. Het was anders voor mij, omdat ik natuurlijk voor het eerst met band speelde. En ik speelde er zelf nu. Dus dat was echt super vet. Maar ook het hele feest eromheen. Pride is sowieso gewoon een heel mooi ding om te zien. Iedereen is gewoon heel erg blij en gelukkig. En ik denk dat Zandvoort het heel mooi heb gedaan dit jaar. Ik hoor alleen maar goede dingen. Ik vond het echt super, super leuk. Ja, maar ik kijk jou aan. Heb jij nog iets te vragen op dat gebied? De afgelopen collegeonderhandeling ben ik
Als burgemeester krijg je nooit een portefeuille, maar ze hadden voor mij wel bedacht dat inclusie en diversiteit in mijn portefeuille valt. Daar ben ik heel erg blij om. Ja. En helaas, ik had mijn vakantie al geboekt, maar ik heb echt vanaf afstand gevolgd wat Pride at the Beach deed en betekende voor Zandvoort. En ik vond het zo mooi om te zien hoe het ging. En ook dat het ook voor heel veel Zandvoortse jongeren heel veel betekende. Ja, inderdaad. Niet, prima dat er heel veel mensen vanuit Amsterdam en deze kant op komen. Dat is allemaal mooi. Ja. Maar ik zag ook veel berichten van jongeren uit Zandvoorters die zich herkenden. Ja. En dat vond ik het mooie van Pride at the Beach. Ja, ik ken ook heel veel mensen. Dit was hun eerste Pride. Die zijn ook nooit, omdat COVID natuurlijk kwam. Heel veel mensen die ik ken, die zijn er pas achtergekomen dat ze misschien gay zijn of bi in de COVID-tijd. Mm-hmm. Dus dit was voor hun ook meteen hun eerste Pride. En dat is wel heel mooi. Ja. Om het dan soort van in mijn dorpje dat als dat kan en als die openheid er is, gewoon, dan mag je als Zandvoort gewoon heel blij zijn dat het op deze manier hier kan. En zijn wij pride-minded? Ja. Ja, denk het wel. Ja. Ik denk dat Zandvoort dat heel goed doet. Oké. We gaan zo dadelijk weer even wat van jou horen. Zo dadelijk. In een setje van twee. Dus dat zo. Dat zeggende ga ik weer verder met onze gast van vanavond. Dat is Wendy Moore. Net even alweer uitgebreid aan het woord geweest over de zaken waar zij zich ook hard voor maakt. Maar nu weer in de rol van muzikanten. En ze gaan twee nummers horen. Het zijn volgens mij twee bekende nummers die nog voorbij gaan komen, toch? Ja, het is één cover en één eigen nummer. Eén cover. Welke ga je spelen, de cover? Bad Guy. Laat maar horen. Billie Eilish. White shirt, no red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you or please. I do what I want when I want into my soul. So cynical. So you're a tough guy, like a really rough guy. Just can't get enough guy, just always so bluff guy. I'm the bad type, make your mama sad type. Make your girl the mad type. Might seduce your that type. I'm the bad. I like it when you take control, even if you know that you don't know me. I let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song. If she reads all these lyrics, she'll pity the man I know. So you're a tough guy, like a really rough guy. Just can't get enough guy, just always so bluff guy. I'm the bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type. My tattoos are that type. I'm the bad. I'm the bad guy. I'm only good at being bad. Bad. Ba-da-ba-da-da-da-da. Ja, dat was het. Dank je wel. De laatste is een eigen single natuurlijk weer. Volgens mij ook die ze al eerder heeft uitgebracht. En dan ben ik heel nieuwsgierig welke dat is. Relapse. Ah, laat het maar horen. All right. You
stay with me. I don't know what I was thinking. I guess your web caught me again tonight. You know I want this and I keep letting you in, but I can never trust your kiss again. And you know that it's so hard for me to say no. Oh, you're the bitter taste of a poison glass, but you keep making me relapse. Is this real? Is this love? If it's true, then I've had enough. This ain't real. This ain't love. If it was, it wouldn't hurt so much. And I don't wanna fight it. I do wanna try, but I'm done begging for my life. Is this real? Is this love? Living a lie, 'cause I know that it's not. Feel lonely, but I just feel empty. Could you stop pulling me back in? My heart beats at your touch, but I know yours is not. Used to be sober, but you took your shots. And you know that it's so hard for me to say no. Oh, you're the bitter taste of a poison glass, but you keep making me relapse. Is this real? Is this love? If it's true, then I've had enough. This ain't real. This ain't love. If it was, it wouldn't hurt so much. And I don't wanna fight, and I do wanna try, but I'm done begging for my life. Is this real? Is this love? Living a lie, 'cause I know that it's not. Sippin', 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 can't stop taking shots from you. Drippin', 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 I fall and I bleed for you. Drippin', 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 you get high and I get low. You're careless, I careless, I relapse. Is this real? Is this love? If it's true, then I've had enough. Is this real? Is this love? If it's true, then I've had enough. Try, but I'm done begging for my life. Is this real? Is this love? Living a lie, 'cause I know that it's not. Oh, yeah. Yes. Dat was Wendy voor vanavond. En ze zal gerust nog wel een keertje terugkomen. Maar dat gaat nog wel even een tijdje duren weer. Ik moest trouwens net, vond ik ook wel weer grappig, toen jij Relapse inzette, Wendy. Moest ik denken, want we hebben het over Rotterdam. Toen zat ik eens een keer naar Zwaardvis te luisteren van Radio Capella. Dat is een compaan waar ik op zaterdagmiddag naar luister. En ineens zat ik gewoon aan het werk. In één keer hoor ik Wendy Moore voorbij komen. Ik denk, ik zit toch niet naar mijn eigen zin te luisteren. Willem, die had toch gewoon ook de moed gepakt om die single van jou ook daar te draaien. Dus dat heeft hij ooit gedaan. Oh, wat leuk. Ja, dat vond ik wel stoer. Toen dus ik denk, vond ik wel leuk. Maar merk je ook iets van datgene wat je uitbracht en brengt, dat er nog wel reactie op komt, ook vooral uit het land? Ja. Ja, ook uit het buitenland krijg ik veel berichtjes. Ja. Vooral veel op Instagram, veel DM's en zo. Ik heb natuurlijk voor die nieuwe single nog geen musicvideo. Dus de meeste dingen komen gewoon van Spotify. Dus mensen vinden je dan via YouTube, Instagram. Ja. Maar ja, echt superleuke reacties. En van veel verschillende plekken en mensen. Ja, en je zou bijna zeggen, als je heel veel met socials bezig bent, kom je dan nog ook wel aan muziek maken toe? Het valt eigenlijk wel mee. Want ik ben eigenlijk helemaal niet zo fan van social media. Niet? Nee. Ja? Nee. Ik zit er eigenlijk heel weinig op. Ja. Jij ook niet, dame? Nee? Nou, laat ik zo zeggen. Ik vind met name dat op Facebook wel heel veel gezeurd wordt. Zult het er niet over hebben? Nee, alsjeblieft. Nee. Ja, ik post en dan ben ik weg. Ja. En ik reageer natuurlijk terug op mensen. Want dat is gewoon leuk. Ja. Maar ik blijf er niet veel op hangen. Ik hou er gewoon niet zo van. Nee. Nou ja, goed. Ik heb dan dat nodig om dan de uitingen te doen. Voor zowel dit programma, maar ook
het verhaal om de muzikale dingen onder de aandacht te brengen. Daar vind ik het middel voor. En daar is het ook voor bedoeld. Hè? Gewoon om leuke dingen te brengen. Ja, leuke maar, dingen doen. En niet elkaar allemaal de maat te nemen. Dus, ja. En dat hele Twitter, daar ben ik wel helemaal klaar mee. Zeg. Dat, ja. Dat vind ik wel geinig. Maar dan ga je toch niet voor het slapen gaan. Dan ga je toch niet Twitterberichtjes zitten kijken. Weet je of niet? Misschien. Misschien. maar goed. Muziek betekent dus met name dus via het internet. En dus via Spotify en Instagram. Dat lijkt me. Is dat de meest ideale mix om dingen onder de aandacht te brengen? Ja. Ik denk sowieso nu. Nu ik weer begin eigenlijk. Als je klein begint, dan Spotify is wel echt the place to be. En YouTube natuurlijk ook. Maar verrassing of als er komt wat op YouTube binnenkort. Ja. Heel binnenkort. Dus dat is wel leuk. Is die platformen. En wat nu heel groot ook is, wat ook goed helpt, is TikTok natuurlijk. Ja. Want het rare is, TikTok, dat is echt voor 3 generaties na mij. Ja. Maar dat is echt een platform waar je ook gebruik van maakt. Ik probeer er wel meer op te uploaden. Ik dacht dus ook dat het echt voor wat jongere mensen was. Maar uiteindelijk, nu ik er vaak op zit, vind ik het eigenlijk wel een heel leuk platform. En ik ben er nog een beetje aan het leren hoe ik ermee om moet gaan. Maar ik denk dat TikTok wel de toekomst is. Goed. Leuk om je gehad te hebben weer in de studio. Ik kijk ook even David aan, want we hebben er nog eentje klaarstaan. En dat is Mos met Salt. Ja. En daar sluiten we dit fijne programma mee aan. Toch een beetje huilen na afloop. Ja, dat is toch wel leuk. Toch of niet? Ja. Goed, dit was hem, deze alternatieve FM. Zoals gezegd, sluiten we hem af met de Amsterdamse band Mos. Grote manieren zijn het al in de muziekland. En de single, of tenminste de laatste wat ze hebben uitgebracht, heet Salt. What if I died, you were away, and you could see me all the way? You could surely try to understand the most of it. What if I drowned, you couldn't save me? Will it take years until we meet? I could surely taste the amount of irony. What if I choose to never invade, stuck in time?
surely try to.